Maar voor Rutte en co. zijn het MKB de banenmotor van... Wij adresseren hier de minister-president niet bij zijn achternaam. Hij is de minister-president of hij is meneer Rutte of minister-president Rutte. Maar niet bij alleen zijn achternaam. U weet dat. Dat doen we hier met mensen in de zaal, met mensen buiten de zaal. U heeft het nu voor de tweede keer gedaan. De eerste keer liet ik het lopen, maar liever niet. Gaat u gang. Volgens mij, voorzitter, kan de minister-president zich prima zelf verdedigen. Daar heeft u volgens mij geen voorzitter voor nodig. Voorzitter, als er getekend moet worden voor het overdragen van soevereiniteit aan de EU of het weggeven van de smak geld aan Verwegistan, is dit kabinet er als de kippen bij. Maar als er iets geregeld moet worden om de energieprijzen voor de eigen burgers betaalbaar te houden, geeft dit kabinet niet thuis. Een prijsplafond, dat scheen volgens dit kabinet niet te kunnen. Wat een afgang, toen bleek dat het wel kon. Minister Kaag brabbelde wat D66 vakjargon, iets over een samenspel tussen overheid... Nee hoor, toch weer onderbreken. Ja. U heeft het nu over een minister op een toon... Wilt u de tijd stilzetten? ...die hier niet passend is. En ik verzoek u dus om dat niet te doen, mevrouw Faber. Het is vervelend dat ik u nou iedere keer moet onderbreken, omdat u elke keer over de grens gaat die ik trek. Maar ik blijf hem echt trekken. Dus ik verzoek u en ik waarschuw u om dat niet te doen. Op deze manier gaan we hier niet met elkaar om. Dat is de bel aan de wortel van de democratie. Wij kunnen alleen hard op de inhoud zijn als wij beleefd en respectvol naar elkaar, naar onze gasten en naar mensen in het land ons uitspreken. Dus ik verzoek u om dat toch echt te doen. Als ik het heb over brabbelen, dat is gewoon een heel normaal Nederlands taalgebruik. Dat is geen rare schuttingtaal of wat dan ook, dat zullen we mij nooit hier horen zeggen. Maar brabbelen is een gewoon normaal Nederlands woord. Dus ik begrijp het niet, maar onder hoffelijkheid wordt hier gewoon de mond gesnoerd en wordt de vrijheid van meningsuiting op de helling gezet. Daarom zeg ik nogmaals, deze minister brabbelt iets van deze 60. Dan ga ik nu schorsen. Ik heropen de vergadering. Woord is aan mevrouw Faber. Ja, voorzitter, ik wil graag een punt van orde maken. Ik gebruik hier een normaal woord, brabbelen. Ik vind dat een normaal... Vanmorgen werd ik getikt dat iemand kletst uit zijn nek. Ook niet te mogen. Dat iemand kletst uit zijn nek, dat schijnt ook niet te mogen. Dat is gewoon een Nederlandse uitdrukking. Op deze manier kunnen we natuurlijk geen debat voeren. Als ik continu word onderbroken. Dan zou ik graag een lijstje willen hebben wat ik dan wel en niet mag zeggen. Dan weet ik tenminste wat ik wel en niet in mijn betogen kan verwoorden. En dan is het nog maar de vraag of we dat met z'n allen zo willen. Dank u wel, mevrouw Faber. Helaas is het zo niet georganiseerd in het reglement van orde. Als ik iets beledigend vind, dan roep ik u tot de orde. Daar hebben we een duidelijk reglement van orde wat de meerderheid van deze Kamer heeft afgesproken. Dat is mijn taak en dat doe ik. Ik handhaaf dat gewoon. En dat zal ik ook blijven doen zolang ik hier voorzitter ben. Er horen geen lijstjes bij van verboden woorden. Ik heb ook geen woord verboden. Ik heb in de hele context waarop u spreekt over ministers, vind ik niet kunnen en daarmee kan het niet. Dat is heel eenvoudig. Dus ik heb u gevraagd om daarvan af te zien en ik ben benieuwd of u dat gaat doen. Ik ga gewoon mijn betoog voortzetten zoals ik het heb geschreven. Nou, dan geef ik u het woord en hoop ik dat u afziet van beledigende taal richting onze gasten. Jaren geleden werd mij door de vorige Kamervoorzitter verweten dat ik de islamitische massa-immigratie benoemde als de vijfde kolonne. De vijfde kolonne staat symbool voor verraad. En misschien had zij gelijk. Die vijfde kolonne is eigenlijk een symptoom. Een symptoom van 10 jaar Rutte's wanbeleid. Rutte die Nederland uitlevert aan internationale organisaties als de VN en de EU. Hij zit te smoezen met het WEF. Rutte die ons land maakt tot de pinautomaat van de wereld. Rutte die ons land laat uitwonen door honderdduizenden gelukszoekers. Rutte die gaaf Nederland transformeert naar de ruïnes van Rutte. Voorzitter, dan vraag je je af, zit de vijfde kolonne dan niet eigenlijk achter de regeringstafel? Nou, nu gaat en kan de minister-president... Nee. Nu te ver, mevrouw Faber. Ik stel u in de gelegenheid om de woorden die u heeft, zojuist heeft uitgesproken, om die terug te nemen. En ik wil graag uw reactie daarop. Voorzitter, ik wil... Ja, maar... U krijgt straks het woord als u een voorstel van orde heeft. Ik constateer dat u zwaar beledigende taal heeft gebruikt in de richting van onze gasten hier. Hier is mijn reactie. Nee, daar is geen beroepsmogelijkheid in het reglement van de orde. Dat is zo omdat ik het vind. Dus ik stel u in de gelegenheid om die woorden die tot de waarschuwing aanleiding hebben gegeven terug te nemen. Wat is de open reactie? Voorzitter, ik... Nee, Alexander, ik ga even een momentje.
Ja, sorry meneer Van Hattem, sorry meneer Van Hattem. U hoeft alleen maar te zeggen of u ze wel of niet terugneemt. Nou, volgens mij zijn we hier altijd wat genuanceerder. Dat mij altijd verweten dat ik niet genuanceerd ben. En nu wil ik dus een antwoord geven. En ik ga u toch het woord even ontnemen. Nee. We zijn nu bij artikel 94, lid 2 van het reglement van orde. U heeft beledigende uitdrukkingen gebezigd in de richting van onze gasten hier, het kabinet. En ik stel u in de gelegenheid om die woorden die tot waarschuwing aanleiding hebben gegeven terug te nemen. Ik wil graag weten of u dat doet of u dat niet doet. Doet u het weer? Ja. Ik stel een vraag. En ik weet, in het land is een vraag stellen gevaarlijk. Want voordat u het weet sta je bij de rechter voor het hekje. Dat is met meneer Wilders ook gebeurd toen hij vroeg of er meer of minder Marokkanen wilden. En nu vraag ik aan de minister-president of hij zich kan voorstellen dat het Nederlandse volk zich verraden voelt. Het is een vraag. Ik zeg niet dat hij dat heeft gedaan. Ik vraag het. Het is een vraag. U heeft het bij herhalingen gehad over de minister-president alleen bij zijn achternaam. U heeft het over vijfde kolonnes. U heeft het over allerlei dingen die ik niet kan tolereren ten opzichte van onze gasten. En ik zie ook in de zaal steun daarvoor. Ik heb u de gelegenheid gegeven om de woorden terug te nemen. Ik heb dat bij herhaling gedaan. Ik constateer artikel 400 lid 3 dat u daar geen gebruik van maakt. Dat u ook voortgaat om te handelen op de wijze zoals ik heb omschreven. En daarom ontneem ik u nu het woord voor de rest van dit debat. Dan is het woord aan de heer Van Hattem. U moet een knopje indrukken. Ik druk het knopje in. Voorzitter, dit is totaal onacceptabel wat hier gebeurt. Hier wordt censuur gepleegd richting een democratische volksvertegenwoordiging. En u kunt hier allemaal zitten lachen als we het dan toch over respect hebben. Kijk naar wat er hier gebeurt. Kijk wat er hier gebeurt met dat smoetsen. Grijp daar liever op in plaats van hier onze volksvertegenwoordiger het woord te ontnemen. Voorzitter, dit is onacceptabel. Ik hoor graag eerst van de voorzitter op welke woorden, welke uitspraken hij precies doelt, want hij zegt allerlei woorden die hier gebezigd worden. Dat is zojuist niet eens aangegeven. Er wordt hier nu op standpeden gezegd voor bepaalde uitspraken en allerlei dingen die gezegd zijn, wordt het woord ontnomen. Dus ik hoor graag eerst van de voorzitter letterlijk op welke woorden hij duidt. En dan gaan we verder kijken wat we hiermee doen. Maar niet op deze manier onze democratische volksvertegenwoordiging het woord ontnemen. Want dat is onacceptabel, dat is censuur en dat neigt naar dictatuur. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Huizinga-Heringa namens de ChristenUnie. Voorzitter, dit kan zo niet. Ik heb gehandeld conform het reglement van orde. Daar laat ik het bij. Daar is geen beroepsmogelijkheid. U kunt wel door de zaal gaan schreeuwen, maar dan laat ik u verwijderen als u niet uitkijkt. Ik ga nu door en ik geef het woord aan mevrouw Huizinga-Heringa. Mevrouw Huizinga-Heringa, het woord is aan u. En ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de voortzetting van de eerste termijn van de kant van de Kamer van de Algemene Politieke Beschouwingen. Ik geef het woord aan mevrouw Huizinga-Heringa namens de ChristenUnie. Meneer Van Hattem krijgt het woord. Steeds sprake van een ordevoorstel om wat ik hier zou willen doen. Dus ik heb nog steeds daar geen kans toe gehad om een ordevoorstel te doen. Dat klopt, tijdens een schorsing is dat niet heel zinvol, maar gaat u gang. Nou, voorzitter, ik wil toch een ordevoorstel doen over hetgeen zojuist gebeurd is. En ik wil voorstellen dat mevrouw Faber hier gewoon haar werk kan voortzetten in dit debat. En dan wil ik ook graag over dat ordevoorstel een hoofdelijke stemming. Ik kijk eerst even rond of er steun is voor dat ordevoorstel zelf. Misschien dat de fractievoorzitters daar zich... Oh, ik zie eigenlijk alleen maar nee schudden. Ik zal het ordevoorstel in beraad nemen en plannen wanneer we daarover gaan stemmen. Ik kom daar met een voorstel over. Mevrouw Faber krijgt niet meer het woord vandaag. Ik heb u het woord ontnomen, dus ik ga niet de microfoon voor u aanzetten. Voorzitter, ik doe nu een ordevoorstel om het debat
niet voor te zetten, dus mevrouw Huizinga-Heringa niet het woord te geven, voordat hier hoofdelijk over gestemd is. En over dat voorstel wil ik ook een hoofdelijke stemming. Dat kan en ik zal die hoofdelijke stemming allemaal gaan plannen, maar daar heb ik even tijd voor nodig. Ik geef nu het woord aan mevrouw Huizinga-Heringa namens de ChristenUnie. Als u doorgaat, ontneem ik u ook het woord. Ik ga uw voorstel in beraad nemen. Mag ik de leden verzoeken aan hen toegewezen plaatsen in te nemen? Ik heropen de vergadering. Aan de orde is een ordevoorstel van het lid Van Hattem van de PVV. Naar aanleiding van het handhaven van de orde door mij als voorzitter. Ik heb dat gedaan en ook toegelicht. Het ordevoorstel vraagt heroverweging van mijn besluit. En stelt voor dat het lid Faber van de Klashorst weer aan de beraadslagingen over de algemene politieke beschouwingen per direct kan deelnemen. Er is hoofdelijke stemming gevraagd over het ordevoorstel. Dat gaan we nu doen. En ik verzoek u allen te laten weten of u voor het ordevoorstel bent en daarmee dus het ordevoorstel van de voorzitter tegengaat. Het ordebesluit moet ik zeggen, of dat u tegen het ordevoorstel bent. Daarna gaan we door met de beraadslaging. Zijn er leden die een stemverklaring willen afleggen? Heer Schoof. Voorzitter, we staan voor een lastig dilemma. We hebben geconstateerd dat de voorzitter die wij met z'n allen gekozen hebben een besluit heeft genomen. En op het moment dat we daar een soort referendum over zijn besluiten gaan maken in deze Kamer, zetten we meteen het gezag van de voorzitter onder spanning. En dat maakt dat de fractie van de SGP zegt, wij moeten het besluit van de voorzitter in deze volgen, hoe lastig we het ook vinden. En daarmee stemt u tegen het ordevoorstel? Daarmee zal de SGP tegen het ordevoorstel stemmen. Dank u wel. Zijn er andere leden die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. Dan beginnen wij bij Verkerk. Tegen. Van der Voort. Tegen. Elfos. Tegen. M. Elfos. Tegen. De Vries. Voor. Van Wely. Tegen. Van Apeldoorn. Tegen. Arbouw. Tegen. Atsma. Tegen. Bij Timmerman. Tegen. Bakker. Tegen. Van Ballekom. Tegen. Van den Berg. Tegen. Beukering. Afwezig. Bezaam. Voor. De Bleekoer Wouters. Tegen. De Boer. Tegen. Redenoord. Tegen. De Bruin Wezenman. Tegen. Kronen. Tegen. Dessing. Voor. Van Dijk. Tegen. Dietrich. Tegen. Doornhof. Tegen. Essers. Tegen. Esther. Tegen. Faber. Voor. Viers. Tegen. Frentrop. Voor. Ganzenvoort. Tegen. Geerding. Tegen. Gerkens. Tegen. Van Geurp. Tegen. Van Hattem. Voor. Hermans. Afwezig. Hiddema. Voor. Huizinga. Heringa. Tegen. Janssen. Tegen. Joritsma Lebbink. Tegen. Karakous. Tegen. Karimi. Tegen. A.J.M. van Kesteren. Voor. N.J.J. van Kesteren. Keunen. Tegen. Klip Martin. Tegen. Kluit. Tegen. Knapen. Tegen. Kofferman. Tegen. Kolen. Tegen. Koks. Tegen. Krijnen. Tegen. Van der Linden. Tegen. Meijer. Tegen. Monen. Tegen. Nanninga. Tegen. Nicolai. Tegen. Omen Ruiten. Tegen. Otten. Voor. Van Pareren. Afwezig. Pelman. Tegen. Prast. Tegen. Prins. Tegen. Raven. Tegen. Recour. Tegen. Rietkerk. Tegen. Van Rooyen. Tegen. Rozenmuller. Tegen. Schalk. Tegen. Stienen. Tegen. Van Strien. Voor. Talsma. Tegen. Veldhoen. Tegen. En Bruinis. Tegen.
tegen het ordevoorstel hebben gestemd 60 leden, daarvoor 10 leden, zodat het ordevoorstel is verworpen. Daarmee blijft mijn besluit gehandhaafd en heropen ik de beraadslaging over de algemene politieke beschouwingen. En geef ik het woord aan de heer Janssen, eerstens nog het woord aan de heer Van Hattem. Ja, voorzitter, opnieuw met een ordevoorstel, want dit besluit heeft ernstige complicaties voor de voortgang van dit debat. Als hier een lid van deze Kamer wordt uitgesloten op deze manier, dan vind ik dat absoluut niet op zo'n manier mag plaatsvinden. Ik verzoek de voorzitter dan ook, ik wil het ordevoorstel doen om het debat te schorsen, om daar tot nader orde naar te kijken voordat we dit debat voort kunnen zetten. Want dit kan niet op deze manier gewoon worden voortgezet, want dit heeft geen enkele pas. Dan stemmen we bij zitten en opstaan. Ik verzoek de leden die voor het ordevoorstel zijn te gaan staan. Het ordevoorstel is het debat te schorsen. Om eerst te beraden over de voortgang van dit verdere debat over deze algemene politieke beschouwingen. En aangezien we er toch allemaal bij elkaar zijn, wil ik hier ook hoofdelijke stemming over. Dan zal ik die hoofdelijke stemming op een later moment laten plaatsvinden. Ik ga nu... Nee, voorzitter, het gaat over de voortgang van het debat. Dus... Ik vraag niet voor niks hoofdelijke stemming. Ik vind het een individuele, principiële keuze die ieder lid moet kunnen maken en niet fractiegewijs met fractiediscipline. Dus daarom vraag ik daar ook een hoofdelijke stemming over. Nou, dan gaan we dat meteen doen, is mijn voorstel. En ik zie daar veel knikkende, veel steun. Dus ik verzoek de bode om de kaartjes even te husselen. Het ordevoorstel van de heer Van Hattem is om het debat te schorsen. Mijn voorstel is om het debat te hervatten. Dus als u wilt schorsen, dan moet u voor het ordevoorstel stemmen. En als u mijn voorstel om te hervatten steunt, dan moet u daar tegen stemmen. Dan beginnen we bij de heer Esther. Tegen. Mevrouw Faber. Voor. Viers. Tegen. Frente. Tegen. Ganzenvoer. Tegen. Geerdink. Tegen. Gerkens. Tegen. Van Geurp. Tegen. Van Hattem. Voor. Hiddema. Tegen. Huizinga Heringa. Tegen. Janssen. Tegen. Joritsma Lebbink. Tegen. Karakoes. Tegen. Karimi. Tegen. A.J.M. van Kesteren. Voor. N.J.J. van Kesteren. Tegen. Keunen. Tegen. Clip Martin. Tegen. Kluit. Knapen. Tegen. Kofferman. Tegen. Kolen. Tegen. Koks. Tegen. Krijnen. Tegen. Van der Linden. Tegen. Meijer. Tegen. Monen. Tegen. Nanninga. Tegen. Nicolai. Tegen. Omen Ruiten. Tegen. Otten. Tegen. Van Pelman. Tegen. Prast. Tegen. Prins. Tegen. Raven. Tegen. Recour. Tegen. Rietkerk. Tegen. Van Rooyen. Tegen. Rozenmuller. Tegen. Schalk. Tegen. Stienen. Tegen. Van Strien. Voor. Talsma. Tegen. Veldhoen. Tegen. Verkerk. Tegen. Van der Voort. Tegen. Elvos. Tegen. M. Elvos. Tegen. De Vries. Tegen. Van Wely. Tegen. Van Apeldoorn. Tegen. Arbouw. Tegen. Atsma. Tegen. Bij Timmerman. Tegen. Bakker. Tegen. Van Ballenkom. Tegen. Van den Berg. Tegen. De Zaan. Voor. De Blikhoer Woutersen. Tegen. De Boer. Tegen. Bredenoord. Tegen. Bruin Wezenman. Tegen. Kroonen. Tegen. Dessing. Tegen. Van Dijk. Tegen. Dietrich. Tegen. Doornhof. Tegen. Essers. Tegen. Bruinis. Tegen. Voor het ordevoorstel hebben gestemd 5 leden, daartegen 65 leden, zodat het ordevoorstel is verworpen. Heer Van Hattem. Ja, voorzitter, ik wil het hier toch wel even nauwkeurig doen, want ook dit verwerp van dit ordevoorstel heeft implicaties. Dat zou betekenen dat het debat wordt voortgezet. En als wij het debat zouden voortzetten, dan zitten we met de situatie dat de voorzitter heeft bepaald dat bepaalde termen, bepaalde uitspraken in deze Kamer niet gebezigd mogen worden. De voorzitter heeft op het moment dat hij verwees naar artikel 94 gezegd van ja, allerlei termen die gebezigd worden. En we weten nog steeds niet welke termen hier wel of niet gebezigd mogen worden. Dus ik hoor graag van de voorzitter welke termen hij precies bedoelde, letterlijk.
of je dat kan aangeven en waarover hier niet meer gesproken mag worden. Want anders dan kunnen wij dit debat niet meer op een fatsoenlijke wijze voortzetten. Want anders dan zijn er andere sprekers in de zaal, misschien ik zelf wel, die opnieuw worden afgehamerd door de voorzitter als wij hier weer een woord of een term bezigen die volgens de voorzitter niet meer gebezigd mogen worden. Dus mijn ordevoorstel is eerst van de voorzitter te horen welke termen het exact betreft. Dank u wel. Ik ga er nu niet over in discussie. Het reglement van orde geeft ook geen beroepsmogelijkheid. Wij gaan nu door met het ordedebat. Ik bespreek het graag met u in het College van Senioren. Nee, voorzitter, als het College van Senioren moet bespreken, dan zou nu het College van Senioren moeten gaan bespreken. En niet op een later moment. Anders kunnen wij fatsoenlijk vanuitshalve dit debat niet hervatten. Want anders word ik straks misschien weer afgehamerd op een term die de voorzitter niet bevalt. En ik wil niet straks ook een artikel 94 procedure van deze voorzitter achter me aankrijgen als de voorzitter naar dit paardenmiddel grijpt, dan wil ik ook dat dit op een zorgvuldige manier gebeurt. En dan wil ik ook exact onderbouwd hebben op welke gronden en in welke termen hij dit doet. Maar u weet dat ik u moet waarschuwen voordat het zover is, conform artikel 94 lid 2. Dus het zal nooit onverwacht komen. Dus u zult altijd de gelegenheid krijgen om het terug te nemen. Mevrouw Vos. Voorzitter, ik steun uw voorstel om gewoon door te gaan met het debat. Dank u wel. Het is overigens een kamerbesluit ook, dus ik kan er niet eens wat aan doen. Ik geef het woord aan de heer Janssen van de SP.